Hoe is jouw relatie met de weegschaal? Heb jij een haat-liefde-relatie met de weegschaal? Sta je er elke dag op of sta je er juist helemaal niet meer op, omdat je echt niet wilt weten wat je dan te zien zou kunnen krijgen? Of misschien gaat het zo. Je bent lekker goed bezig, gezond eten en sporten en voor jouw gevoel gaat het echt wel lekker. Je voelt jezelf al wat dunner en slanker en nu wil je eens kijken of je al wat gewicht kwijt bent. Is niet het geval. Teleurgesteld berg je meteen weer op. En meteen of later op de dag krijg je echt een onweerstaanbare trek in iets lekkers. Aanvankelijk vecht je er tegen, maar als de trek dan niet weggaat, dan denk je, ja, pff, wat maakt het ook allemaal uit? Hè? Je gaat helemaal los. Of misschien trek je juist de teugels nog wat strakker aan, want anders gaat het natuurlijk nooit lukken. Herken je dat? Wat een getal een enorme invloed kan hebben. Hè? Het verschil tussen je eerst helemaal happy voelen en vervolgens moedeloos of gefrustreerd zijn. Doe maar eens een stapje uit en kijk wat er gebeurt. En stel je voor dat je het fenomeen weegschaal gewoon helemaal niet zou kennen. Omdat je, nou, ik noem iets geks, bijvoorbeeld van een andere planeet komt. Of kijk eens door de ogen van een kind. Dan zou je je toch verbazen. En als je je verplaatst in de cellen van je lichaam, wat ervaren die? Het zien van de weegschaal, maar ook het denken aan de weegschaal, dat brengt onmiddellijke stress in ons lijf. Er gaat gelijk een alarm los in, of aan in ons lijf. En het maakt dan ook niet uit of je nu helemaal los gaat met eten, of jezelf misschien juist helemaal niets meer toestaat. Ook je negatieve gedachtes en al je gevoelens van teleurstelling, frustratie, machteloosheid of wat dan ook, die zorgen ervoor dat je lichaam ervaart dat er stress is, dat er gebrek is, dat er een tekort dreigt. En daardoor zal het ter bescherming onmiddellijk vet op gaan slaan. En dan krijg je precies waarvoor je bang bent. Dus daarom ben ik geen fan van de weegschaal, want de weegschaal die geeft stress. Hè? En het wegen, dat kan je misschien wel een gevoel geven dat je meer controle hebt over je gewicht. Maar dat is dus echt niet waar. Want weet je, je kunt jezelf niet laten afvallen. Dat kun jij bewust niet. Je kunt wel dingen gaan doen, maar er zijn een heleboel functies in het lichaam die we zelf niet bewust kunnen regelen. Zo kun je jezelf ook niet bewust laten slapen, want er is nergens op jouw lijf een aan- of uitknop voor te vinden. Hè? En de vergelijking met slapen gaat hier helemaal op. Als je niet kunt slapen en je gaat je druk maken omdat je vindt dat je juist moet slapen, nou, dan vergeet het maar, want de kans dat je dan in slaap valt wordt alleen maar kleiner. En van op de wekker kijken word je alleen maar zenuwachtig. En je lichaam kan dan niet slapen omdat er veel te veel stresshormonen door je heen gaan. En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je zit te piekeren, of dat je ergens zenuwachtig voor bent, of dat je je zorgen maakt, of dat je nog een nastuiterer bent van een mooi concert of feest. Hè? Maar wat je wel kunt doen, is je lichaam te helpen door te ontspannen. Omdat je daar wel invloed op hebt. Wat je dus kunt doen, is dingen doen waardoor je meer rust in je hoofd en in je lijf krijgt. En vertrouw er maar op, als je maar ontspannen genoeg bent, dan val je echt heus wel in slaap, want je bent immers moe genoeg. En dat is precies dezelfde werking met afvallen. Zo gaat het ook. Je lichaam kan niet afvallen omdat het onveiligheid, omdat het stress ervaart. En daarom kan het dus ook geen overtollig vet loslaten. Dus in plaats van zenuwachtig te worden van de weegschaal, kun je dus veel beter je aandacht richten op wat je zelf wel kunt doen. Je lichaam in een ontspannen, veilige modus brengen door het te geven wat het nodig heeft. En dat doe je door lichamelijk het goede voeding te geven, maar ook mentaal en emotioneel de oorzaken van stress op te lossen of er anders mee te leren omgaan. Do more of the things that make you happy. En als jij wil weten of jij de goede kant op gaat, evalueer dan bijvoorbeeld één keer per dag je eigen gedrag.
Ga eens na. Wat heb je goed gedaan? Wat heb je gedaan om goed voor jezelf en je lijf te zorgen? En wat ging goed en waar ben je tevreden over? En wat is jouw volgende stap? Of misschien stapje? En door al te kijken naar wat er goed ging, en ook al gaat het niet het een en ander goed, maar door te kijken wat er wel goed ging, motiveert je en stimuleer je jezelf om verder te gaan en meer tevredenheid te gaan ervaren. Ja, het klinkt eigenlijk heel simpel. En ga het maar eens gewoon proberen. En ik zeg niet dat je niet meer op de weegschaal mag gaan staan, want er is niks mis om iets te monitoren en te kijken. Maar als je een jogger of een fietser bijvoorbeeld wil zien hoe hard hij gaat, dan kan dat heel motiverend zijn en dan gaat zijn lichaam juist nog een tandje bijzetten. Maar als hij er gestrest van wordt, dan verkrampt zijn lijf en dan werkt het tegen. Dus als je wilt weten hoeveel je weegt, ga je gang. Maar voel even heel bewust wat het met je doet en maak jouw eigen keuze. Zorg ervoor dat je er geen stress van krijgt en ga kijken naar de positieve dingen die je al wel bereikt hebt. En hou je daaraan vast en ga die positieve acties ondernemen. In mijn e-book Blij met je lijf heb ik nog veel meer positieve tips staan die jou kunnen helpen om meer ontspannen en meer de positieve dingen van jezelf te gaan zien. Veel succes!